Goedenavond en welkom bij Corona in Salland, waarin wij u vanavond weer bijpraten over de actuele situatie met betrekking tot de coronacrisis hier in Salland. En dat doen we vanavond met onze twee gasten die in de studio zijn aan mijn rechterkant. Mevrouw Marleen Verdonk, welkom. Zeg maar Marleen hoor. Ik zeg Marleen, welkom Marleen. En aan mijn linkerkant de heer Joop van den Enk. En ik zeg ook welkom Joop. Dankjewel. Goedenavond. En we beginnen met Marleen. Is in zijn algemeenheid, het gaat goed, kun je zeggen. Want ik hoorde vanavond toen ik hier naar Wei reed om het programma hier te gaan doen, hoorde ik dat het aantal IC-patiënten, wat leidt aan corona, dat het gedaald is onder de 600. 600 en in de 500 in de 80, dacht ik. Dus het gaat de goede kant op. Wel weer nog een aantal nieuwe opnames, gewoon patiënten die opgenomen zijn, leidend aan het corona, maar het gaat de goede kant op. En een andere, gelukkige omstandigheid, daar komen we straks nog wel op, dat is de persconferentie die onze minister-president, die Rutte gisteravond gegeven heeft, en waarop hij toch een aantal versoepelingen van de lockdown heeft aangekondigd en die binnenkort hun intrede gaan doen. Maar vanavond hebben we het over de hulplijn die is opgezet door onder andere Dimens en de organisaties die er omheen zitten. Ja. Wat is de idee geweest achter het opzetten van een dergelijke hulplijn, Marleen? Ja, de hulplijn is opgezet vrij aan het begin toen de pandemie op komst kwam. Starten, omdat we zagen dat er een groot beroep gedaan werd op de zorg. Hè. In eerste instantie de IC's, waar terecht heel veel aandacht aan uitgaat. Maar veel breder in de zorg hebben hulpverleners te maken met patiënten, met cliënten. De zorg is heel breed. Van het ziekenhuis tot aan de mantelzorger die iemand verzorgt. En er zit alles tussen. Klopt. Hè. Denk alleen al aan de verpleegtehuizen, aan de gehandicaptenzorg, aan ook heel de zorgboerderijen, aan hele grote groepen. En gelukkig gaat het op de IC's goed. Buiten de IC's breidt het zich natuurlijk nog wel enigszins uit, voor zover het zorgpersoneel daarmee te maken heeft. Ja. En daarmee komt het zorgpersoneel ook in situaties terecht waarbij ze zich afvragen in hoeverre raak ik zelf wel of niet besmet, in hoeverre moet ik wel of niet met die bezoekers, met die bewoners omgaan. Spanningen, hoe doe ik dat met een partner die heel veel contact heeft vanuit zijn onderneming. Een hele andere branche werkzaam kan zijn. Maar niet altijd thuis kan werken. Ja, mijn partner heeft problemen dat ik in de zorg werk en toch wel contact op besmetting heb. Dus dat levert behoorlijk wat stress op. Ja. En dat is de reden dat geweest. Dat kan behoorlijk wat stress oplopen. Dan moet ik even kort zien. Niet iedereen is daar gevoelig voor. Maar niet iedereen. Nee. We hebben allerlei gradaties. En de een is wat gevoeliger dan de ander. Jullie hebben het hulplijn opgezet specifiek voor de beroepsgroep die in de medische zorg werkzaam is. Klopt dat? Ja. Dat is de groep die voor anderen zorgt. En ondertussen zelf ook in dezelfde situatie zit als de rest van Nederland zit. En wij hebben het opgezet als ondersteuningsmaatregel eigenlijk voor alle zorgverleners in de regio. Waarbij heel veel organisaties, heel veel instellingen zelf ook hun personeel natuurlijk uitstekend opvangen. Maar ook zelf midden in situaties zitten waarin het heel spannend is. En dan is het fijn als je een collega-instelling hebt die er helpende hand kan bieden. En je kunt je ook voorstellen dat alle kennis niet aanwezig is in ieder verzorgingshuis of in ieder, in ieder omgeving waar gewerkt wordt. Niet in die mate zoals het bij de dimensgroep is. Die dimensgroep is natuurlijk van de geestelijke gezondheidszorg. Ja. En jullie hebben dat gewoon gebundeld allemaal. We hebben dat gebundeld. Ja, we hebben verschillende takken binnen die mensgroep. Ja. En vanuit die verschillende takken helpen ze allemaal mee bij die hulplijn. Ja. Ja. En hoe heb je die hulplijn opgezet? Is dat een kwestie van op kantoor of thuis achter een telefoon zitten en wachten op een telefoontje? Er is eerst een vraag uitgegaan binnen onze organisatie. Wie wil meehelpen die hulplijn te bemannen, te bevrouwen, op te zetten? Er zijn heel veel reacties opgekomen van hulpverleners. Die allemaal kijken in hun agenda's waar zijn afspraken uitgevallen. Waar zitten de gaatjes? Want de gewone zorg moet natuurlijk ook doorgaan. Waar heb ik gaatjes? Dus eigenlijk met iets van 30 mensen bemannen we de hulplijn. Het gaat via een algemeen telefoonnummer.
En die is doorgeschakeld. Als ik bijvoorbeeld de hulplijn bezet, dan meld ik mij aan bij dat telefoonnummer. En dan komen de telefoontjes onder andere ook bij mij terecht. En dat kun je thuis doen? Dat kan ik vanuit huis doen. Iedereen die bij ons thuis kan werken, werkt vanuit huis. Ook al om zoveel mogelijk contacten te vermijden, denk ik. Ja. Dat is echt de regel. Alleen als het ook met patiënten is, heel veel beeldbellen. Ja. En wat zijn nou de mensen die, wie zijn de mensen die jullie bellen? Wie krijg je aan de telefoon? Als ik de telefoontjes neem die ik zelf, de mensen die ik zelf aan de lijn gehad heb, ja, dan kan ik vertellen wat de praktijk is. Ik moet zeggen, de meeste gesprekken gaan dan toch over angst om besmet te raken. Of ook al mensen aan de lijn gehad die besmet waren, getest waren en besmet waren met corona. En dan toch de angst van in hoeverre steek ik ook mijn familieleden aan. Voornamelijk spanning en angst. Ja. De spanning en angst, vooral de spanning van raak ik besmet of besmet ik anderen? Ja, dat is wel de hoofdmoot. Ja. En daar moet u dan op een of andere manier advies in geven? Ja, daar geven we advies in. Ja. En hoe verhoudt zich dat dan met wat je wel eens hoort? Het toch het gebrek aan beschermende maatregelen, mondkapjes, kleding enzovoorts. Hoe verhoudt zich dat? Komt dat ook aan de orde? Ik moet zeggen, ik heb zelf geen en ook niet van collega's gehoord dat onderwerp van gesprek is geweest of dat mensen het daarover gehad hebben. Terwijl we allemaal weten dat er inderdaad heel laat beschermende maatregelen kwamen, zorgbreed. Bij de mensgroep is dat gelukkig heel goed gehanteerd en ingezet. Jullie hebben op tijd besteld. Bij mijn grote inkoopafdeling. Kijk. Ja. Maar ook daar is het spannend geweest. Maar daar hebben ook zelfs personeelsleden hebben zelf schorten zitten naaien. En ook zelf hebben het een en ander gedaan. Maar daar ben ik even je vraag kwijt. Ja, wat zouden de vragen zijn die komen, waar het over gaat? Met name dan de verhouding tussen de zorg die er aan de ene kant is, van raak ik ook besmet? En heb ik wel beschermende kleding, zodat ik oftewel niet besmet raak of anderen niet besmet? En een mondkapje voor als ik naar cliënten ga, want je moet dan toch hier en daar, die beroepsgroep heeft de nodige contacten. Ja, klopt. Ja, klopt. De thuiszorg, de medici, de verplegend personeel. Klopt. Ja. En dat is de laatste tijd wel op gang gekomen natuurlijk. Dat er veel meer beschermingsmaatregelen zijn. Maar dat is wel wat later op gang gekomen. En in de gesprekken die ik gehad heb, is dat niet een onderwerp geweest dat mensen zeiden, ik heb te weinig beschermingsmaatregelen gehad. Dat had wel gekund. Maar ja, ik heb ze net niet aan de lijn gehad. Dus ik kan het ook niet zeggen. Maar het gaat wel meer om van het gaat rond. Ook burgers in Nederland, er zijn natuurlijk heel veel mensen besmet. En ook zorgpersoneel en niet al het zorgpersoneel. En soms is het ook de besmetting, maar soms is het ook de angst om besmet te raken. Dat mensen nog niet besmet zijn. Dan kun je net zo ziek van worden. Daar kan je heel erg ziek worden, ja. En je zegt adviezen, we geven adviezen, maar voornaamste is ook voornamelijk het zijn zelf, hulpverleners in de zorg, die weten over het algemeen zelf heel goed wat ze wel of niet moeten doen of hoe ze ermee om moeten gaan. Maar soms is het echt het luisterend oor ook wat ze nodig hebben om even met iemand erover te kunnen hebben. Ja. Zou dat iets voor jou zijn, Joop, om een luisterend oor te zijn voor dat soort problemen? Ja, ik denk wel dat ik me daar wel eventjes in zou kunnen mengen, dat ik wel de rust in huis heb om het aan te horen en luisteren naar wat de persoon in kwestie wat van angst die heeft. Dat zal ook in de horeca te maken hebben. Straks als de horeca weer open is, zullen ook mensen voorzichtig zijn om toch weer naar een gelegenheid te gaan waar veel mensen zijn. De angst zit er wel in bij de mensen. Ja, dat kan ik me voorstellen, want daar hebben we straks wel over met Joop. Hoe dat verder gaat, hoe het al gegaan is en verder gaat met de horeca. Ja, dat mensen daar ook problemen mee hebben. Ja, moet ik dat wel doen? Ja. De angst kan je op zich niet wegnemen, want die hebben we allemaal. Ja. Niemand wil besmet raken. Er zijn wel manieren om daarmee om te gaan. Door een heel goed ritme overdag aan te houden. Een goed patroon aan te houden. Om op gezette tijden naar het nieuws te kijken. En niet de hele dag door het nieuws te volgen. Dat is sowieso, vind ik. Verstand, Joop, je zal het ook weten. Precies, juist. Ritme en regelmaat, hoe ouderwets klinkt het. Maar
En praten over met anderen is precies, heel belangrijk. Precies, je verhaal kwijt kunnen. Toch? Je verhaal kwijt kunnen, ja. Een goed dag- en nachtritme aanhouden, maar ook precies. Een goed patroon overdag aanhouden. Ook voor de mensen die thuis zitten nu, thuis werken nu. Ja. Vooral je pauzes aanhouden en... Ja. Wat verwachten jullie, want je hebt de hulplijn opgezet toen het inderdaad heel erg nodig was. Omdat toen was er nog weinig kennis ook bij de bevolking en ook bij de professionals. Die allemaal met vragen zaten. Langzaam maar zeker komt er ook steeds meer kennis. Wordt die hulplijn overbodig? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik verwacht het echter niet, omdat de corona is nog niet voorbij. De pandemie is nog niet voorbij. Hij loopt nog wat door. En ik denk met name hulpverleners die nu allemaal heel snel hebben moeten reageren. Snel hun zorgen hebben moeten aanpassen. Als dat wat langer duurt, dan komen ze ook wat meer er tegenaan bij waar ze zelf last van zouden kunnen hebben. Of zelf behoefte kunnen hebben om erover te praten wat ze tegenkomen in de zorg. De IC's hier in deze omgeving zijn niet zo overstelpend druk geweest als op andere plekken. Maar merk je ook, heb je ook mensen die op de IC's gewerkt hebben of nog werken, die daardoor gewoon min of meer overwerkt raken? Of geraakt zijn? Het zou kunnen. Daar weet ik weinig van. Die hebben zich niet gemeld. Die hebben zich niet gemeld in ieder geval. Nee. Nou moet ik zeggen, nou bestaat de hulpverlening van die mensen heel breed. Nogmaals, heel veel zorginstellingen die vangen hun eigen personeel uitstekend op. Het gaat om dat beetje extra wat wij bieden. En er zijn via de hulplijn komen ook telefoontjes van andere organisaties. Zeggen van, goh, zouden jullie ons dat extra steuntje kunnen geven? Dat gebeurt door verschillende onderdelen van die mensgroep. Ja. Dus dat is niet allemaal dat wij dat achter de hulplijn zitten. Wij krijgen zo'n hulpvraag via de telefoon en schakelen dan weer door naar het onderdeel dat we denken van die kunnen het beste zorg bieden. Nu hebben jullie daar ervaring mee opgedaan. Je hebt heel veel mensen aan de telefoon gehad, neem ik aan. Is het ook de bedoeling dat als die beroepsgroep wat beter geïnformeerd is, dat er een nieuwe groep ontstaat die steeds meer vragen krijgt van hoe gaat het verder? Ik denk aan ondernemers die het water aan de lippen gaat staan. Wat moet ik verder? Is dat een groep waar jullie je op zouden kunnen richten? Ik denk dat zeker een groep is waar we ons zouden op kunnen richten. Ik denk niet dat het dan via deze hulplijn gaat. Misschien kan het. Er zijn ook andere manieren om die mensgroep te bereiken waar je met je vragen terecht kan op dit gebied. Maar het is een idee. Ja. Ik zal het meenemen. Ja. Nou, prima. Ja. En als er mensen zijn die denken, ik wil toch nog eens wat weten, met name dan uit de beroepsgroep in de medische sector. Ja. Hoe kunnen ze de hulplijn bereiken? Daar hebben wij een telefoonnummer voor. Ja, zal ik dat oplezen? Graag. Dus 088 64 63 333 088 64 63 333. Nou, en dan krijgen ze of jou of een van je collega's aan de lijn. Of een van mijn collega's aan de lijn. En dan worden ze vakkundig op weg geholpen. En als jullie er niet uitkomen, dan verwijs je waarschijnlijk door. Wij hebben heel veel onderdelen waar we naar doorverwijzen. Wat nu wat meer naar voren komt, dat is denk ik toch wel even goed te noemen, dat wij ook medewerkers in dienst hebben. Wij noemen dat het moreel beraad. Die zich voornamelijk met thema's bezighouden waar professionals in de zorg nu tegenaan lopen als ze keuzes moeten maken. Wie behandel ik wel, wie behandel ik niet? Wanneer? Hoe ga ik met dat probleem om van een eenzame mevrouw meneer in het verpleeghuis die geen bezoek mag ontvangen, maar waarvoor het wel goed zou zijn. Hoe gaan we daarmee om? Daar hebben wij ook medewerkers voor die daar ondersteuning bij kunnen verlenen. Ja, het is inderdaad echt heel breed. Het is heel breed. Wat de hele zorg betreft. Ja. Nou, ik wens jullie daar veel succes mee. Ik hoop dat het op heel korte termijn overbodig wordt. Dat hoop ik ook. Ja. Als we daarmee af kunnen sluiten, dan sluiten we wat positief af. En als er mensen zijn die denken, ik wil toch nog een keer wat informatie en ik wil toch die hulplijn nog eens bellen, 088 64 63 333. Nou, Marleen, bedankt. Blijf rustig zitten. Ja, misschien kun je met, als we
met Joop verder praten over ja, horeca en dat soort de aanverwante artikelen, zou ik bijna zeggen. Wellicht komt er ook nog een goede raad van jouw kant. Maar we gaan voordat we met Joop praten even kijken naar een aantal zaken die de minister-president Mark Rutte gisteravond in zijn persconferentie heeft gezegd en heeft aangekondigd met betrekking tot het opheffen of gedeeltelijk opheffen van die lockdown. Mijn derde en laatste opmerking vooraf is dat we bij het opheffen van maatregelen twee belangrijke criteria gebruiken. De effecten op de zorg en de effecten voor de drukte op straat en in het verkeer. Want die twee criteria hangen samen en er zit natuurlijk ook nog een opbouw in. We beginnen met maatregelen die naar schatting het minste negatieve effect hebben en dan breiden we het vervolgens langzaam uit. De volgende stap zetten we op 1 juni, als dat kan. Het voortgezet onderwijs kan per 1 juni weer starten. Per 1 juni mogen ook de terrassen weer open onder twee voorwaarden. Iedereen zit aan een tafeltje en mensen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Restaurants, cafés, bioscoopzalen, concertzalen en theaters mogen vanaf 1 juni binnen maximaal 30 mensen ontvangen. Inclusief personeel en ook onder voorwaarden. Gasten moeten reserveren. Uiteraard geldt de 1,5 meter afstand. En vervolgens vindt ook hier aan de voorkant een controlegesprek plaats om in te kunnen schatten of er risico's zijn. De volgende stap is voorzien op 1 juli. En natuurlijk geldt dan wel opnieuw als het kan. Kort samengevat willen we per 1 juli het getal van 30 personen verhogen naar 100. Voor alle categorieën die ik net heb genoemd. Onder precies dezelfde voorwaarden. Uiteraard kunnen vanaf dan ook de kerken, congrescentra en crematoria weer bijeenkomsten organiseren tot 100 personen. Dat geldt ook voor bruiloften. En per 1 juli mogen ook de gemeenschappelijke wc's en douches op de campings en vakantieparken weer open. En als alles dan nog steeds goed gaat, gaat de deur per 1 september ook van het slot voor sportscholen, sauna's, sportkantines, coffeeshops, casino's en sekswerkers. En voor de contactsporten en de binnensport. Ik sluit af met twee opmerkingen. Ten eerste dat ik me heel goed realiseer dat we vandaag niet alleen mensen blij maken, maar ook teleurstellen. Niet alle bedrijven kunnen tegelijk open. En sommige sectoren moeten echt nog een tijdje wachten. Tegen ondernemers in die sectoren zeg ik vandaag dat er bij de uitwerking van het tweede economische steunpakket extra aandacht zal zijn voor hun situatie. Mijn tweede en laatste opmerking is voor iedereen die nu kijkt. Ik heb eerder gezegd, we varen op zicht. En dat geldt ook voor de stappen die we in deze overgangsfase gaan zetten. Stappen die onvermijdelijk een stortvloed van vragen zullen oproepen. We gaan daar zo goed en zo praktisch mogelijk antwoord op geven, om te beginnen op rijksoverheid.nl. Het begint en eindigt met het gedrag van ons allemaal. Door thuis te blijven met klachten, drukte te vermijden, zoveel mogelijk thuis te werken, 1,5 meter afstand te houden en door ons te houden aan die belangrijke hygiëneregels. De ruimte die er nu is voor de versoepeling hebben we met elkaar verdiend. En met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we die ruimte ook behouden. Joop, dat was een beetje een inkijkje in wat de horeca zo ongeveer te wachten staat. Je zit in de horeca, de catering. Wel, de party catering inderdaad, dat is natuurlijk onze core business. En vanaf 13 maart, eigenlijk 12 maart, waren we bezig met een heel groot feest op te bouwen op de Aalderdink. En om 3 uur werd er een berichtje van, er komt zo'n nieuws van de regering. Wacht even. Er gaat wat gebeuren. Er gaat wat gebeuren, nou ja, om lang van kort te maken. We konden gewoon de activiteit niet door laten gaan. Dus we konden gewoon weer beginnen met afbreken van het hele spektakel wat opgebouwd werd. Vanaf tenten, aggregaten, alles wat je maar kunt bedenken stond klaar. En het feestje zou de 13e plaatsvinden. Maar goed, het mocht niet zo zijn. En daarna is het natuurlijk in een stroomstelling gegaan. En eigenlijk zijn er alleen maar annuleringen in de plaats gewonnen. Tot en met
juli inmiddels en tot en met augustus. We hebben in no time tussen de 1,5 en 2 ton aan partijen weg zien raken. Waarvan een deel gelukkig een jaar is uitgesteld. Er zijn een aantal bruiloften zijn uitgesteld. Maar goed, een bedrijfsfeest of een jubileum. Is maar de vraag of dat dan nog misschien hopelijk wordt uitgesteld of gevierd wordt. Het is gewoon heel onzeker. Je zegt 13 maart, toen begon het verhaal. En vanaf dat moment lag het eigenlijk compleet helemaal stil. Want de horeca kon eigenlijk helemaal niks meer. Nee, nou ja, 15 maart hebben we op zondagavond moesten de horeca om 5:30 moesten we Alle cafés dicht. We zaten hier gezellig in de molen in Weijen om 5:30. En om 6:00 moesten we eruit. Hebben we eerder gegeten trouwens. Dus op zich niks mis mee. Ja. Maar dat was wel realiteit. En niet meer. En niet minder. Ja. Nou, dan kun je 2 dingen doen. Je kunt zeggen van, nou ja, het is zo. Ik ga bij de pakken neerzitten en ik wacht wel af. En je kunt zeggen van, kan ik mijn creativiteit ook ergens inzetten om toch nog iets te doen, om toch nog iets te redden? Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, en hoe doen je collega's dat? Kijk, op zich, we zitten natuurlijk in de party catering, is natuurlijk een ander verhaal als echte horeca. Ja. Als party catering ben je toch afhankelijk van mensen die een feest hebben te organiseren. Maar ik moet zeggen, horeca, die zijn daar heel verschillend toch wel inventief mee omgegaan. En als ik ook heel concreet, bijvoorbeeld een van de eerste hier in de regio was het Verhuis, die op zaterdagavond een menu serveerde, wat je mee kon nemen. Die was er al vrij snel mee, moet ik zeggen. En we hebben ook wel even gedacht van, wat gaan we doen? Gaan we toch iets doen? Bedenken we wat? We hebben met de Pasen een goodie bag hebben wij bedacht. En dat in een groot kring verhaald rondom gratis bezorgd met de locals ondersteunen. Dus producten uit de regio. Nou, we dachten dat we een 50 of 75 gingen verkopen. De teller stond op 220, toen zijn we gestopt. Een cream om op 1 dag 110 van die pakketjes rond te brengen. Het is echt een bijzonder, hele mooie ervaring. Je moet logistiek onderneming worden. Je moet het haast worden, maar goed, het is ook wel weer een gewenning dat je iets bedenkt wat je normaal niet zou doen. Maar het is wel een blijk van waardering van klanten die zeggen van, je bent toch bezig, je doet toch een stukje marketing en rendement en heel veel profit maken. Dan moet je even niet aan denken. Dus dat is eventjes op een laag pitje. Nee, je zult op een of andere manier een beroep moeten doen op al die steunmaatregelen van de overheid komen. Maar ja, daar word je ook niet helemaal vet van. Plus het feit, we hebben wel een flexibele schil. We werken met heel veel ZZP'ers. Ook heel veel part-times op de payroll. Heel veel ZZP'ers als koks. Dus op zich hebben wij een flexibele schil. Dat is ons voordeel. Maar als je inderdaad dus meedoet in de horeca met 6 of 10 mensen in fulltime in dienst, moet je wel met die regelingen bezig gaan. En zorgen dat je op tijd kunt meedoen aan die regeling, dat je kunt overleven. Want natuurlijk kun je gaan schilderen, je kunt de stoep nog een keer gaan schoonmaken. Ja, maar als die 3 keer aangeharkt is, dan is het wel gebeurd. Precies. Ja. Maar goed, te zijn de tijd moet ik zeggen dat iedereen met de weken meer, dat er meer initiatieven ontstonden. Natuurlijk hebben we nu ook inmiddels al 4 of 5 drive-in restaurants, waar wij er nu ook eentje van zijn geworden, op de zaterdag en zondag. Dus weet je, op een gegeven moment denk je van, hoe lang gaat het nu? Eerst denk je van, nou, het is 3 weken, 4 weken, misschien een maand. En dan in de tijd maak je gewoon mee dat er gewoon nog meer rust in huis is. Dat er nog meer dingen worden aangepast. En terwijl je toch probeert creatief te zijn om ook in die markt te blijven. Niet alleen met je naam, maar ook met je producten. Dat je toch ziet van, jongens, we zijn er nog. We zijn van de partijen dat we leuke dingen kunnen doen. Alleen, het moet ons als eerste plaats gegund worden. Maar je moet ook iets bedenken dat je ook nog creatief iets kunt verdienen. En dat is wel lastig. En je ook nog een beetje onderscheiden soms. Beetje onderscheiden, maar goed, op zich onderscheiden doen we met de party catering al heel lang, in lengte van jaren. Ik moet alleen wel zeggen, ik heb vanaf 1 januari een nieuw compagnon, Joost Meijerink. Ja, die is net begonnen, dus die komt op een heel rot moment komt hij in het bedrijf. Maar goed, ik heb al gezegd van, ik ben 63 en ik probeer hem nog een lekkere poosje te helpen, dat hij in ieder geval met zijn bedrijf verder kan. Want op zich, als je nu start en je hebt deze ervaring, nou, dan is het wel heel sneu als je op die manier mooi de markt in gaat en je hebt heel veel partijen staan. Het gaat allemaal even anders. Ja. Dus dat is gewoon, andere kant moet ik ook zeggen dat er ook bedrijven zijn die op een gegeven moment heel duidelijk aangeven van, nou, als het kan, gaan we het feestje uitstellen. En we hebben nu ook inderdaad in november een feest staan die eerst in september zou plaatsvinden. Dus de wil is er wel, maar het moet kunnen. Het moet ook kunnen, want we hebben net precies. De minister-president gehoord. Ja. En hij zegt, sommige mensen zal ik blij maken en anderen zal ik toch een beetje verdriet doen. Heel duidelijk. Hoe ligt het bij jullie? Nou, op zich, wat ik zeg, omdat we een flexibel verschil hebben, is dat op zich redelijk acceptabel voor ons. Maar goed, er zijn ook voorbeelden van die natuurlijk
natuurlijk, wat ik zeg, meer mensen personeel. Maar er zijn ook andere voorbeelden. Hier aan de andere kant, hier in het mooie dorp Weijer, Orangerie, die heeft een ander concept, is die mee bezig. En die gaat in deze periode, het concept zijn ze aan het verbouwen. En die gaan straks, als het weer open kan, gaan die met een soort eetcafé beginnen. Dus er zijn ook mensen die dan de kans pakken om te gaan verbouwen. Ja, en ik hoorde dat ook in de Nul is ook de ja, uitbaten van het samencentrum. Die is inderdaad, die had al het plan al een poosje in de stijger staan. En die heeft nu wat extra gas gegeven om hem helemaal kant-klaar te maken. En die kan vanaf 1 juni 30 gasten ontvangen. En op zich is het natuurlijk toch een mooi begin om te try-outen. En te kijken van nou, wat zijn de mensen, wat zijn de behoeftes. En hoe gaan we erop pakken. En enthousiast team, een mooi bedrijf, ligt op een mooie locatie. Dus wat dat betreft zijn er genoeg dingen die weer ontwikkeld worden. Alleen, 1 juni komt de zaak langzaam precies, op gang. Precies. En ik hoorde dat in de Kamer, door de PVV in ieder geval, aandacht is gevraagd voor, kunnen we de terrassen niet wat eerder dan 1 juni, bijvoorbeeld volgende week al ja, openstellen? Ja. Want 1 juni is geloof ik net Pinksteren. Dus dan, tweede Pinksterdag, hè? 1 juni. Waarom doe je dat dan niet 1 of 2 weken eerder? Ja. Ik denk dat het een beetje een bewuste keuze is gemaakt, dat het hele Pinksterweekend, en Pinksterweekend is wel een weekend om te vieren, dus als iedereen massaal weer naar buiten gaat, denk dat ze daar bewust die 1 juni voor gekozen hebben. Dat is mijn idee. Ja, want er wordt de run op de terrasjes wel erg groot. Hè? Het zal heel druk worden, maar blijkbaar is het ook zo per gemeente verschillend. Want de regel terras 30 gasten, maar er is, zit geen maximum aan blijkbaar. Er zijn per gemeente verschillende mogelijkheden. Je moet het aanvragen naar de gemeente toe. En dan kijkt de gemeente aan zich van, mag je 30 zitplaatsen of 60? Kijk, binnen is het maximaal 30. Ja, maar buiten blijkbaar zijn er meerdere mogelijkheden. Ja, want ik begrijp dat in Deventer hebben ze al de terrassen wat verlengd. Dus wat okay, verder de brink op. Okay. Okay. En ik hoorde van Amsterdam dat daar ook gewerkt wordt aan een systeem dat een heel plein min of meer één gezamenlijk terras wordt. Ja, het zijn met mooie een gezamenlijke catering. Ja, ja. Ja, dat je elkaar ook wat dat betreft helpt. Precies. Het zijn een soort Rips en Blues terras, maar dan anders. Rips en Blues, maar dan anders, ja. Ja. Ja, maar het zijn wel opties. Kijk, zo ook als je hier in de Langstraat of waar dan ook in een dorp, als je gewoon één groot terras maakt met een aantal ondernemers, of je zet met elkaar blokken, dat je gewoon je eigen gebiedje toch bestiert met terrassen, met plekjes en houden aan de regels. Want dat vind ik altijd wel prettig, dat mensen ja, zich aan de regels houden. Maar ook de gasten die zich aan de regels houden, dan kun je leuke dingen doen. Ja, ik kan me voorstellen dat je via deze toch een beroep doet op de gemeente van wees een beetje soepel met het toestaan van de uitbreiding van de terrassen. Blijkbaar heeft burgemeester Dadema dat wel heel goed begrepen, dat hij het heel prettig vindt dat er weer gebeurt. Want die had al eigenlijk voor zijn gevoel dat er al eerder wat mocht gebeuren. Natuurlijk ja, het mooie Heino, waar hij ook woont, Buffies, is natuurlijk ook iets wat hij elke dag langsrijdt, elke dag ziet dat het gesloten is. Nou, dat is een voorbeeld van een geweldig mooi bedrijf. Heeft een hele mooie lange plek waar hij dus heel veel plekken kan maken. Nou, dat zijn bedrijven, die moet je gewoon weer de kans geven. Iedereen moet de kans hebben. Alleen, je moet wel aan de voorwaarden voldoen. En dat vind ik heel belangrijk. Ja, ik denk dat het Weijen, mooi dorp Weijen, dat Langstraat, fantastisch, fantastisch. Dat je daar één lange boulevard maakt van terrassen. En ja, mensen kunnen daar genieten. Verkeersluw of helemaal geen verkeer. Nou, blijkbaar is het wel zo bedacht dat ook de burgemeester wel flexibel is. Dat er moet een auto doorheen kunnen of een ambulance. Maar voor de rest mogen ze de straat van maandag tot en met vrijdag, op net als van vrijdag tot en met zondag, gewoon helemaal gebruiken om daar één terras van te maken. Dus het hele weekend kunnen ze daarvan genieten om daar sfeer te proeven en lekker te genieten. Nou, in onze Sallandse dorpen waar we toch wel wat ruimte hebben. Ja, ja, we dus veel ruimte. Niet hutje-mutje op elkaar, dan moet dat kunnen. We hebben veel ruimte. Ik heb toevallig ook een paar Airbnb's en ik heb nu gasten uit Schiedam. Die verbazen zich helemaal dat hier zoveel ruimte is, dat hier zulke grote huizen staan en dat die dorpen zo groot zijn en dat er zoveel ruimte is. Dat lijkt natuurlijk ook dat er minder mensen zijn, lijkt het nog groter. Maar die zijn totaal verbaasd. Ja. Onvoorstelbaar. Ja. Dat is wel wat ik mag zien, mooi te zien. Wat de horeca betreft, dan zeker ook hier in Salland. Doordat allerlei festiviteiten niet doorgaat, gaat die horeca natuurlijk daar ook. Kijk naar zeker, Rips en Blues, wat we dan al gemist hebben. Dat missen we. Ja, gaan we missen? Nou, we hebben wel een klein gelukje, want ik heb overlegd met Tom Groot-Beumen. We gaan een Rips en Blues thuispakket bezorgen. Ah, dus dat is het item die we voor de Pinksteren gaan bezorgen. Ja, je kunt de zangers niet rond laten gaan. Nee, ik kan niet rond, nee. Maar we kunnen het wel gaan bezorgen. Dus een heel mooi pakketje met uiteraard speerrips erin, bier erin. Gewoon leuke dingen wat past bij Rips en Blues. We gaan niet het logo gebruiken, maar we mogen de naam wel gebruiken. Vind ik hartstikke leuk. Dan speer je in op een activiteit waar in Salland is.
wat populair is. En die brengen we gewoon lekker rond. En ik hoop dat mensen daar weer van gaan genieten. Ja, de centrummanager die ondersteunt dat ook allemaal? Ja, de centrummanager die bleef raden zijn eigen activiteiten. Dus, maar je moet ook soms een beetje met elkaar sparren dat ieder zijn eigen ding doet. Ja, en je moet niet allemaal hetzelfde willen doen. Zo is dus, dat. Dan moet je onderscheiden. Precies. Nou, ja. Daarin gaan we ons zeker onderscheiden. Ja. Nou, dan heb je van de minister-president gehoord. 1 juli dan wordt het dat 30 personen getal wordt opgerekt naar 100. Dus dat wordt alweer een stapje verder. Precies. Of dat in de horeca ook overal zo geldt, dat is dan nog even de vraag. Met de ruimte te maken, hè? Als je die 1,5 meter in oorlog zou nemen, dan heb je natuurlijk met die ruimte te maken. We hebben nu ook bijvoorbeeld een feest aan in september van 200 gasten. Natuurlijk kun je bedenken om dat op 2 avonden te doen, maar dan moet je nog steeds de ruimte erachter houden. En kijk, en bij ontvangst met een kop koffie met iets lekkers, prima. 1 biertje ook prima. Maar als je 3 biertjes hebt gehad, nou, dan is het wel een uitdaging om creatief te zijn. Om dan iedereen de ruimte te geven. Dat vermoed ik ook. Van hoe hou je de afstand? Ook op die terrasje. Nou, ook bij jullie. Hoe hou je de afstand als bedienend personeel? Ja, dat kun je invullen. Dat kun je invullen. Je kunt tafeltjes klaar. Je kunt de drankjes op een tafeltje zetten. Dat ze zelf afpakken. Dat is allemaal prima. Alleen als de drank in de man en de vrouw is, zeker het wordt gezellig en spontaan. Wat later. De sfeer is anders. Dan wordt het wel lastiger. Maar goed, creatief blijven en zorgen dat iedereen in ieder geval weer wat kan doen. Dat je weer naar buiten kunt. Dat je weer ruimte hebt om te genieten. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En dat is denk ik wel ook Zandlandse gastvrijheid waar we met z'n allen voor staan. Om die gewoon hoog in het vaandel te houden en mensen te laten genieten. Ja. Nou hebben we vandaag ook gehoord, dat is gisteravond al niet bekendgemaakt door de minister-president. Maar dat grote feesten, dat die eigenlijk helemaal taboe zijn. Ja. Totdat er een geneesmiddel is om... Dat is ernstige zaak. Als het inderdaad zo zou zijn... Dan zou het maar zo kunnen zijn dat niet alleen dit jaar stoplanen niet doorgaan, maar misschien volgend jaar zelfs nog niet. Ja. En dat is, we moeten proberen een klein beetje positief te blijven. En de utopie in de acht nemen dat volgend jaar stoppen. Laten we zeggen, volgend jaar na carnaval, dan gaat alles weer de goede kant. Precies, mag ook met carnaval toch? carnaval. Maar goed, andere kant, wat ik dan wel eventjes, wat ik heel bijzonder vind. En dat ik ook een paar keer verteld deze dagen. Dat de sportscholen nog niet open mogen. Nou, dat vind ik erg sneu. En natuurlijk zegt Rutte ook, er zijn mensen die geen goed bericht krijgen vandaag. Maar dat de sportscholen met zoveel mogelijkheden afstand bewaren, ruimtes van heb ik jou daar. Ik vind het te gek voor woorden. Maar hij had toch een slagje om de arm en zegt van, we gaan dat verder bekijken. Precies. Het zou maar zo kunnen dat aan de hand van de discussie vandaag in de Tweede Kamer, dat er toch gezegd wordt van, daar moeten we toch nog eens even heel goed naar kijken. Het lijkt me een ernstig verhaal om daar echt goed naar te kijken, om dat weer over te kunnen. Want dit is zo bizar. Er zijn 3 miljoen mensen die in sporten in Nederland. 3 miljoen. Die kunnen op dit moment allemaal eventjes buiten een beetje hardlopen. Maar voor de rest, bij wijze van, helemaal niks. En dat is toch wat. Je moet het ook beperken, zo'n hardlopen. Wij hebben een home trainer in de kamer staan. Oh, dat scheelt. Maar daar ben je na een paar maanden ook wel op uitgekeken. Is niet gezellig, toch? We willen graag weer naar de sportschool. Ja, precies. Precies. Ja. Is niet gezellig. Ja. Nou, laten we hopen dat het allemaal positief uitpakt. In ieder geval is er een stuk verlichting. De scholen gaan weer beginnen. Het openbaar vervoer met een mondkapje op. Ja, precies. Ja, dat gaat allemaal weer rijden. En toch zoveel mogelijk nog thuis blijven werken. Maar laten we hopen dat het allemaal positief uitpakt. Ja. En ik wens jullie daar veel succes mee. Eén ding wat ik hoor natuurlijk eventjes over dat hulpnummerverhaal. We hebben als ondernemers is er niet een hulpnummer. Maar ik heb vanaf het begin, de eerste week dat de corona er was, elke dag of om de dag belde ik altijd 2 ondernemers, of klanten, of gewoon ondernemers, om even met elkaar te sparren, even je verhaal kwijt kunnen. En wat mensen die waren heel verbaasd, ik heb de naam dat ik redelijk commercieel ben, van wat wil je verkopen? Ik zei, ik wil niks verkopen, ik wil gewoon even kletsen, even het woord geven van wat iedereen is ermee te maken. In elke branche, we hebben klanten in elke branche, even met elkaar kletsen. Nou, dat wordt bijzonder gewaardeerd. En ook al collega's, dat je met elkaar toch een beetje spart. Dat je hebt niet een speciaal nummer, maar met elkaar daarover praten helpt enorm. Ja, en je zit natuurlijk allemaal in hetzelfde schuitje. We zijn gastvrij en we zijn dienstverleners. Ja. En de een wat minder commercieel als de ander, maar we zijn allebei dienstverleners. En dat kunnen we naar elkaar doen. Tuurlijk, hartstikke mooi. Goed, Joop en Marleen, ik dank jullie voor de komst hier naartoe. Over een aantal dagen, volgende week dinsdag, is er weer een coronajournaal op Zandland 1. Dan kunt u uiteraard weer kijken. En dan gaan we in ieder geval spreken met de secretaris van de Koninklijke Horeca Nederland in Zandland. Kijken hoe de berichten die de minister-president gisteren de wereld ingestuurd heeft, hoe die in Zandland zijn ontvangen en hoe zijn collega horeca ondernemers daarover denken, dan is er waarschijnlijk nog wat meer bekend hoe de standpunten zijn. Ik wens u vanavond nog een heel goede avond en graag tot de volgende keer.